elk feestje gaan wij zeker wel indrinken bij iemand op kot. Het is tof als je eerst zo in je eigen groepje zo wat kunt babbelen en banden leggen. Het kan soms zo gezellig en zo leuk zijn dat we ineens pas beseffen dat het al 1:30 is of zo en we zijn nog altijd niet vertrokken. Als ik naar de winkel ga om zo inkopen te doen als we gaan feesten, denk ik wel echt bij na wat ik koop. Als je zo ja, een paar flessen koopt en ja, je zet dat op tafel en je begint aan je preboes, dan is de kans groot dat je gewoon blijft drinken. Als we inkopen doen, dan kijken we echt zo van oké, hoeveel wil ik drinken vanavond? Kijken ook wel naar de prijs, wat is het goedkoopst? En dan zo ja, wegen we dan een beetje op tegen elkaar. Ik denk wel dat de meesten denken dat student zijn gelijk is aan zuipen. In sommige gevallen klopt dat ook wel, want ja, studenten die hebben ook tijd om te feesten. Maar ik denk niet dat het alleen maar zuipen is. Er komt veel meer andere dingen bij kijken. Zoals gewoon gezellige activiteiten met je vrienden, in het park gaan picknicken of naar een concert gaan. Of gewoon gezellige filmavondjes op kot en van die dingen. Dus ik denk niet dat het alleen om drinken en uitgaan en feesten gaat. Nee, dat niet. Ja, ik vind het wel belangrijk om nieuwe vrienden te maken. Ook gewoon omdat je niet de hele tijd in hetzelfde kokonnetje moet blijven zitten. Ik ben ja, misschien ook iets zelfzekerder geworden dan in het middelbaar. Gewoon omdat je ja, meer ontwikkeld bent en er een hele nieuwe wereld eigenlijk voor je open gaat. Dus. Ik heb ook nog heel veel vrienden van vroeger, van in mijn dorp en door de scouts ook. Maar ik heb ook een heel veel nieuwe vrienden van hier in Brussel ook, van mijn richting. En ik vind het ook gewoon leuk om verschillende soorten mensen te ontmoeten en wie weet daar ook bevriend mee te worden. Dus. Heel veel op schoolvlak, op emotioneel vlak, vind ik wel dat het belangrijk is om er voor elkaar te zijn. Zeker ook, we worden allemaal iets volwassener. Maar toch allee, blijven we toch maar mensen en hebben nood aan ja, affectie of nood aan je hart luchten bij je vrienden. En ik vind dat wel belangrijk. Ja, bij uitgaan bijvoorbeeld ook, letten we wel altijd een beetje op elkaar. Want je hoort vaak ook in de media van dat studenten zo worden achtergelaten of zo zat in straatjes alleen rondlopen en zo. Maar ik denk dat dat in ons geval wel niet zo is. En als er toch iemand alleen naar huis gaat of zo, dan vragen we altijd om een sms'je te sturen als ze thuis is. Of dus nooit gaat er iemand mee of zorgen we dat we wel veilig thuis geraken. Een feestje is voor mij een goed feest als er veel gedanst wordt. Want ik kan echt niet stilstaan of zo'n uur of twee gewoon babbelen. Ik vind het echt leuker als er ja, actief wordt gedanst en zo. Ook als ik niet te zat ben eigenlijk. Degene waarvan ik eigenlijk ook gewoon het meest herinner. Voor mij is een goed feestje ook de vrienden met wie je er naartoe gaat. Dat bepaalt ook veel. Ja, ik denk wel dat feesten een belangrijk onderdeel is van het student zijn. Je leert er zoveel nieuwe mensen door kennen. Je leert er ook je grenzen door verleggen. Dus ik denk wel dat dat iets cruciaal is. Ja, ja, ja.